afbraak van Rampage. Bittere tranen in Drum & Bassland, want Rampage is off. Door corona worden indoor events met meer dan 1000 mensen afgelast. In het Sportpaleis en de Lotto Arena gaan er de komende 2 weken geen grote evenementen meer door. En dus ook Rampage, het grootste drum and bass feest ter wereld. Nu vrijdag en zaterdag kwamen er 30.000 mensen van over heel de wereld hier losgaan. Niet tussen. Ik heb afgesproken met de organisator van Rampage, Hans Machiels, oftewel DJ Murdoch. Ah ja, ça va? Ça va. Het voelt er heerlijk aan. Weinig shoppingcentrums open, de voetbal gaat door, maar dit mag niet doorgaan. Ik snap ook wel, in tijden van epidemie is dit soort van feesten veruit van ideaal, maar als al de rest gewoon doorgaat, plus nu aflasten, terwijl dat wij 10.000-12.000 buitenlandse bezoekers hebben, die komen toch. Hun vluchten kunnen niet meer geannuleerd worden, die hotels kunnen niet geannuleerd worden. Dus van oké, we gaan in Antwerpen wat rondhangen. Ik denk dat er vrijdag 3.000-4.000 mensen aan de deur gaan staan, wat gaan ze daarmee doen? Zullen we eens gaan kijken hoe ver dat jullie al stonden? Het is mooi, hè? Het is nog niet half af, het ziet er al indrukwekkend uit. Ik ga je volgen. Zie wat hier staat. Dus die tribunes, dat is allemaal door ons gebouwd. Die bar is allemaal door ons gebouwd. Die tribune door ons gebouwd. Al die speakers, al die schermen. Alles hebben we gebouwd. Hè. Dat podium. Alles dat hier staat. Hè. Fuck, Hans, jong. Grootste ledscherm dat hier ooit gehangen heeft. Allee, proficiat. Dank u. Ook nog nooit hebben zoveel speakers in één ruimte, voor één area gehangen. Nog nooit. Je bent nog een beetje aan het lachen, maar hoe voelt je? Het is heel bizar, maar het is eigenlijk ook een opluchting. Omdat het is zo al dagenlang een opbouw van ja of nee, ja of nee. En nu is die beslissing gevallen en nu weten we ook waar we aan toe zijn. En nu kunnen we ook echt dingen ondernemen. Zijn jullie ervoor verzekerd? Bestaat dat, een verzekering dat voor dit? Nee, bestaat niet. Dus dit is sowieso een gigantische aderlating voor jullie? Ja, dat is een gigantische aderlating. Ja. Als we het niet kunnen verplaatsen, dan is het gewoon failliet. We hebben aangekondigd dat we naar september gaan verhuizen. We hebben data van het Sportpaleis die mogelijk zijn. We zijn nu aan het kijken met alle artiesten wie dat er mee kan verhuizen naar daar. Leveranciers die mee kunnen verhuizen naar daar. Het grootste ledscherm dat hier ooit gehangen heeft, dat wordt hier dan helemaal opnieuw. Al die speakers. Ja. En meer waarschijnlijk. En nog meer. Ja, want als we dat dan gaan doen, dan gaan we er waarschijnlijk nog echt over gaan op. Zo zijn we dan alweer. Dus de opbouw van de liveband die gebeurt eigenlijk hierachter op het moment dat... Ja, dat mag ik eigenlijk nog niet zeggen. Dat mag nog dus niet. Dat is voor in september. Nee, september. Verrassing. Misschien verzinnen we tegen dan iets anders, maar nu was dat wel het plan. Amai, ik heb nog nooit zo'n ledwall gezien. Hoe reageerden de artiesten? Ja, ook zeer teleurgesteld, hè? Vooral die van heel ver kwamen. Hè? Oostenrijk is gecanceld, Zwitserland is gecanceld, Frankrijk is gecanceld, Italië is gecanceld. Ja, heel die sector ligt echt op apengapen nu. Hè? Ik onthoud, september, dubbel en dik. Hè? Los erover. Dit, maal 10. Ja, ik verwacht ook dat we tegen maandag weten welke datum het zijn. Oké. Maandag popnieuws, Studio Brussel. Zet die radio maar al aan.